What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als de Fortnite Master. Toch? Ik ben nog tering goed in Fortnite. Gast, we hebben net Fortnite gespeeld, hij moest mij carry. Ik weet niet eens wat carry betekent, maar... Oh. Serieus? Dat je de ander zeg maar ja, moet tillen? Ja, moet dragen door de game. Dus dat jij echt alles doet en ik niks. Oké. Ik heb hier een cadeautje voor je. Wow. Het is een paprika, hij is koud, hij is vers uit de verpakking gekomen. Oh, damn, dude. Ja, ik ben eigenlijk niet zo van de paprika's, maar ik wil best... Deze was nice. Ja? Ja. Iedereen zegt altijd, best lekker. Ja. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Ik ben hier samen met Roy. Royalistic, what's good, man? Stel jezelf eens voor. Roy, 20 jaar, maakt YouTube-video's, voornamelijk Fortnite. Punt. Wij kennen elkaar al sinds de basisschool. Ja, echt wel heel lang. Dat weten de meeste mensen niet. Nee, wij kennen elkaar echt heel lang. En op een of andere manier, wij waren elkaar een beetje uit het oog verloren. En toen heb je dat. En toen was ik Fortnite aan het spelen en toen zag ik in één keer, Royalistic NL killed you. Wat? Hè? Wat gekilde Roy. Uh-huh. Nee, maar wij kennen elkaar net een kwartier. Nou, iets langer. Drie uur. Ja. We hebben al 8 Fortnite potjes gespeeld. En de conclusie is, ik kan er niks van. Dat is inderdaad de conclusie. Dat is wel leuk. We gaan vandaag een video maken. En dat heb ik een aantal keren eerder gedaan. Dat heb ik met Maan gedaan, Baai gedaan. En daarin gaan we... Het heet Perfect of Verlep. Ja. En het zit als volgt. Ik heb bepaalde stellingen. En die heb ik op mijn Instagram story gezet. In een polletje. En in dat polletje gaan mensen dan stemmen. Dus bijvoorbeeld, even een voorbeeldje. Jongens die met hun neus hun paprika opeten. Perfect of verlept? Wat? Hoe kan je met je neus een paprika opeten? Nee. Dat is wel knap. We zijn dus mannen die dat kunnen. Dit is een wereldkampioenschap paprika's eten met je neus. What? Nee, grappig, natuurlijk niet. Ik wil het zeggen, dat is een fucking bullshit. Why you bullying me? Nee, maar dan gaat dus mijn volgers hebben allemaal op Instagram stories gestemd of zij het perfect vinden of verlept. Aan onze taak om te kijken of we goed kunnen inschatten wat Nederland denkt. Ja. Er zijn ongeveer 600.000 mensen die, precies, die me volgen. Jouw Instagram kanaal dat representeert gewoon het Nederland. Het is redelijk representatief voor heel Nederland. Okay. Dus wat dat betreft moet het helemaal eens, goed komen. Eens. Kun je een beetje... Wow, je gaat wel hard in die paprika. Best hard, hè? Voor is best wel lekker. Voor iemand die het wel oké vindt, ga je echt... Ik heb best honger. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. De allereerste stelling van vandaag. Jongens die Fortnite spelen. Perfect of flap? Perfect. Ja, echt? Perfect. Denk je dat over het algemeen... Ja, ik... Nou... Over het algemeen. Nou, ik denk ook wel perfect. Ik denk dat het inmiddels zo geaccepteerd is. Dat mensen het is denken, sociaal geaccepteerd, denk ik. Iemand inmiddels die Fortnite speelt, die hoort er gewoon bij. Het is gewoon geen... Het is geen nerd of zo. Je hoort er eigenlijk niet meer bij als je niet Fortnite speelt. Dat heb ik eerder. Ja, denk ik eigenlijk ook wel. Ik voel me een beetje vreemde eend. Dat ik echt zo, ja, ik heb nog nooit Fortnite gespeeld. Maar hey, vandaag heb je eventjes gezien hoe het moet. Gezien hoe het moet. Ja, jij wordt ook alleen maar gekild. Ik ga even een beetje zeggen. Ja, dat is waar. Ja. Oké, we gaan aftellen. Ja, op aftellen en dan moet je zeggen perfect of verlept. 3, 2, 1, perfect. 63% heeft verlept gestemd. Hoe dat dan? People are hating on Fortnite. What's up, people? Wat? Twee derde mensen zeggen gewoon, ja, als ze Fortnite speelt ben je een fan. Oké. Maar dan weet je een beetje, snap je, dit was de eerste. Oké, je moet denk ik wel stoppen met Fortnite spelen. Meteen gekaft. Ja, inderdaad. Sorry jongens, stoppen. Geen video's ja, jongens, meer. Naar aanleiding van de poll van Kelvin ben ik gestopt met Fortnite spelen. Toedeloo. We stappen nu over naar Roblox. Minecraft. Minecraft. Dat is een makkelijk. Jongens die nooit gamen. Eigenlijk zelfs. Nou ja, ik game soms. Oh, dit vind ik een hele goede stelling. Maar jongens die nooit gamen, zijn ze perfect of verlept? En onthoud even, ik heb 55% vrouwelijke volgers en 45% ja, man. Dus vrouwen zijn een beetje, maar het is wel 50-50. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Het gaat natuurlijk ook weer om hoeveel je dan als jongen game. Ja, oké, dat is wel waar. Dus nooit gamen, ja. Het zal wel dat hier perfect op gereageerd is. Ja, ik denk dat is ook. Dus ik zeg perfect. Dan heb je allemaal van die feministen die zeggen, ja, dat heeft mijn man alle tijd voor mij. Zit hij te Call of Duty spelen en nog een film kijken, man. Met hem. Precies, zoiets, weet je. Ze zeggen allebei perfect. 3, 2, 1. Hè? Nou snap ik ze niet meer. Nou nee. Snap ik ze niet meer. Dit snap ik niet. Oké, dus komt erop neer. Fortnite is ruk. Dat mag niet. Nee. Maar gamen is oké. Ja, maar nooit. Ik denk wel dat er heel veel vrouwen zijn alsnog. Die denken, ja, mijn man mag wel hier en daar soms een keer Tetris spelen of zo. Oké, nou, we hebben het de hele tijd. Fout gewoon. Fout. Nou ja. Punten. Kijk, in Fortnite heb je punten als je kilt. Ja. Hier heb je punten als je het goed hebt. Jongens,
die uit Groningen komen. Hey, represent, ja, what's good man? Easy deze. 3, 2, 1, perfect. Hoezo, dat nou, hoezo denk jij dat? Ze weten dat jij uit Groningen komt. Nee, jij bent gewoon stiekem vriend van mannen uit Groningen. Dat is jouw volgers, ze weten dat jij uit Groningen komt. Natuurlijk is het perfect. Als ze zeggen dat het verlept is, dan word je echt geflamed door je eigen volgers. Ja, dat is wel waar. Ja, maar ik heb ook alweer die volgers die dan denken, ah, we zijn gewoon verlept, fuck it. Oh ja, oh, als true. Voor de fat doen, maar we gaan het kijken. Oké. Jij wordt nu gewoon echt flamed. Flamed? Hé, hey, dankjewel. Door je eigen volgers gewoon. Deze voel je wel. Ja, hè? Deze. Ja, deze. Ja. QC zou nu zeggen, accepteer je man bro? Dat zou QC nu aan je vragen. Heel accepteer je man bro. Ja, je accepteert hem, accepteer bro. Ja, man. De volgende, jongens die bandana's dragen. Oh. Ja, ik dacht Dit is zo. Dit kan een hele erge burn worden. Deze kan een beetje nog een opviel. Yeah. Jij draagt bandana, Jeremy draagt een bandana, Tom draagt bandana's. Ja. Ik dacht, what's up met de bandana hype? Hoezo? Ik 2011 belde ze wou een hype terug. Oké, ik weet het wel. Kak, ik weet het niet, man. Okay. 3, 2, 1, perfect. Ja, ik denk dat dit over het algemeen wel zoiets is. Kijk, al die Tumblr boys en zo hebben ook bandana's. Dus dan is het echt zo van, ja, yeah. John Mendes heeft ook een bandana. Oh, ja. Maar ik ben benieuwd. Dude. Fuck! Dit is wel echt een 50-50 dan. Ja, het zijn mensen ineens gemiddeld tegenwoordig. Ja. Maar we hebben het wel echt al gewoon de hele tijd fout. Ja, gast, we zijn echt slecht. Maar we hebben ook bij alles perfect. Lijkt net alsof we Fortnite spelen. Het is echt nergens over. Jongens die hun melk graag opwarmen in een pannetje. Oké, we gaan het zeggen. Ja, 3, 2, 1. Perfect. Verlept. Ik denk echt wat mijn volgers denken. Ja man, keihard. Melk op warm in een pan. Ja, daar je dan. 78% zijn verlept. Dan ben je ook gewoon echt een idiot. Ja. Jongens die make-up dragen. Oh, oké. Mag er niet om lachen, maar... Nee, mag wel. Nou, ik vind het een beetje raar. Onthouden, lieve mensen. Dit is waarvan we denken dat het publiek het stemt. Ja. Niet dat ik het... Mij maakt het geen flikker uit of je nou make-up op je smol smeert of niet. Mij ook niet. Maar ik persoonlijk zou het niet doen. Ik zou het wel doen. 3, 2, 1, verlept! Hé, wat zijn jullie kortzichtige mensen? Oh, het beste make-up daar zo. Nee, ik snap het wel. Dat is hetzelfde. Maar je hebt wel eens make-up op smoel gehad voor opnames of zo. Dat true. Even doen zo. Ja. Dan ben je naar de kloot gegaan de avond van tevoren. Dan ga je, ja, man, dan heb je ballen van hier tot aan Tomato Field, weet ik veel hoe die je noemt. Tomato Temple. Tomato Temple. Wow. En dan werk ze het even weg. Jongens die ik hou van je zeggen naar de set. Als je met iemand naar bed bent geweest dat je zegt, ik hou van je. Ja, ligt eraan of je een relatie hebt. Ja, nee, zeker. Vind ik wel belangrijk. Vind ik ook belangrijk. Ja, het blijft een strijd, hè. Dus wat dat betreft, ik heb mijn antwoord al klaar. Oké, cool. Jongens die, wat was het nou? Oh ja, die ik hou van je zeggen naar de seks. 3, 2, 1, perfect. Ik denk echt dat al die volgens denken, oh, dat hoort dat een man cute. Te doen. Ja, precies. Maar QC zegt altijd, ja, maar dan ben je echt de grootste pussy app. Hij zegt altijd dat Nessin die guy is die ik hou van je na de seks. Ja. Ik maak mezelf ook schuldig aan deze data, dus wat dat betreft. 72 netjes! Ja, man. Ja, man. Nu gaat het soepel. Ja, kijk, nu zijn we zijn onderweg. Precies. Ik sta nog steeds voor. Er staat nog wel eentje voor. Nice. Net als in Fortnite. Nice. Jongens die Fortnite spelen na de seks. Oh, wat? Dus je hebt net gebied met iemand. En dan zeg je lief, hey, was chill, ik ga even één potje. Oké, 3, 2, 1, verlept. Hé, maar jij wacht gewoon op mijn antwoord. Ja, zo klonk het wel. Ja. Maar ik wil het zelfs verlept zeggen. Ik ga gewoon wachten totdat Kelvin zegt. Nee, ik denk ook verlept. Ja, verlept. Vanuit jongens mind zouden die wel echt kunnen denken, ja, dat is gewoon gruwelijk om te doen. Ja. Maar ja, het is niet heel normaal. Nee, oké. Okay. Verlept. Kijk, cool. Ja. We zijn bijna precies tegenovergesteld. Ja. We zijn netjes bezig, man. Ja, we zijn goed bezig, zeker. Jongens die fan zijn van Adolf Hitler. Ik zei ze easy. Maar ja, ben je fan van Adolf Hitler, ben je gewoon niet helemaal honderd, denk ik. Nee, dat ben je niet helemaal goed in je bovenkamer. Nee, dat is wel waar. Het enige wat hij goed heeft gedaan in Nederland is de wegen aangelegd. Ik heb wel altijd een constante discussie, maar hij was echt de grootste klootzak ooit. Yep. Maar in wat hij deed was hij wel goed. Ja, hij was goed in wat hij deed, maar hij gebruikte het gewoon voor de verkeerde reasons. 3, 2, 1, verlept. 17% zegt van, yo, dat is cool, man. Gewoon iemand, ik zie dat ook voor me, dat iemand dan aankomt bij de verjaardag. En dan zo van, oh, die Adolf Hitler heeft trouwens wel gekke dingen. Fuck dat, jongen. Hij is gangster. Ik hou van Adolf Hitler. Even allemaal stil. Ja. Even een minuut stil voor Adolf Hitler. Nee, maar dit waren gewoon allemaal fatte mannen die zichzelf op school vervelen. Die gaan met de hele klas perfect stemmen. Dan misschien wordt het wel in die aflevering wordt het wel perfect. Jongens die nog steeds met je naar bed willen, ook al ben je ongesteld. Kijk, dat is natuurlijk, zeker als je in een relatie zit. Dus dat we kunnen eromheen draaien, maar het is gewoon, het is iets wat gebeurt. Vrouwen hebben eens in de maand die periode dat ze denken, hey, ik voel me even niet zo fris. Er worden sporen achtergelaten. En dat is niet erg. En als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar er zijn mannen die aan de ene kant zeggen, I don't give a shit, man. Ik ga gewoon door. Yeah. QC is typisch zo'n guy die maar er zijn ook mannen zoals ik. Waarom? Nah. Ik sla over dan die dag, weet je? Verlept. Ik denk dat ook mannen hierbij. Nou, ik
spannend. Nou ja! Oh, je hebt wel gelijk, man. Zij het is wel echt 50-50. Het wordt close, man. Maar heb jij wel seks gehad met iemand dat je er dan achteraf achter kwam? Oh ja, die vlekken in het bed is geen ketchup. Nee. Ik heb wel eens één keer, had ik net met Nina, toen was dat zo. Ik had op mijn kussen. Super raar. En toen echt mijn moeder, toen was ik nog thuis. Wat is dat? Zo, ah, ik had bloedneus. Echt? Oh, damn. Ja, en ze geloven het ook. Jongens die meer dan 10.000 euro per maand verdienen. Dat weet je, laat het even op de waarheid baseren hier ook. Ja, inderdaad. Perfect. Ik denk dat al die gold diggers out there. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, al die gold diggers out there. Oh. Zijn er allebei perfect. En de uitslag is. Zo, 87% hoor. Hey. Tering. Zo. Mensen zijn wel op de cent. Ze zijn wel op de money, hè? Nee, maar, ja, maar de lat ligt wel redelijk hoog tegenwoordig om als man. Ja, eigenlijk had je nu ook de vraag moeten stellen. Als je gewoon barfje per maand maakt. Hoe is die op commando kunnen boeren? Oeh, dit vind ik zo moeilijk, weet je dat? Ja, kan jij dat? Ik kan het, man. Echt? Ja. Doe ik ben er niet trots op. Oh, echt teleurgesteld. Oeh. Ja, deze was wel echt little, man. Deze kan beter. Oké, okay, boeren op commando. 3, 2, 1. Perfect. Verlekt. Ik denk dat fout is denken, oké, ja. Want dan kun je het ook niet doen, snap je? Ja, dat is wel waar. Ja, het is ook niet heel iets om waar je trots op kan zijn of zo. Nee, ik vind het wel. Ja, maar oké, okay, maar dan komt het vanuit mij dat ik het niet kan en altijd al heb gewild. Ja, dat is dan denk ik altijd ding. Al willen kunnen. Ja. Fuck man, je staat gewoon. 2 punten voor nu. Netjes, man. Maar dit was er wel eentje. Wat een twijfelvalletje was. Hier was het leuk dat we allebei iets anders stemden. Jongens die je moeder kusjes geven. Wauw. Ja. 3, 2, 1. Perfect. Dat is toch gewoon juist. Ja, kijk. Ja, joh. Volle 84 cent. Om 16. Dat zijn we allemaal lief tegen Dat zijn we allemaal aardig. Ja. Jongens, die scheet laten in het bed met hun vriendin. We gaan het zeggen, ja? Scheet in het bed van je vriendin. Ja, 3, dit vind ik echt moeilijk. 2, 1. Perfect. Perfect. Ja, perfect. Ik hoop dat hier gewoon meer boys op hebben gestemd dan meiden. Oké, okay, dan gaan we. Ja! Ik kan niet haten, man. Ja, jongens hebben hier sowieso allemaal ja op gestemd. Dat moet toch dat is gewoon grappig. Liever, ik zeg altijd, liever een scheetje voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen. Die heb je sowieso net bedacht. Nee. Zeg dat echt, is dat je levensmotto? Nee, dat ook weer niet, maar gewoon, weet je. Nou, aangekomen bij de laatste. Als ik deze goed heb, betekent dat we gelijk staan. En dan gaan we er een bonus in gooien. Oké. Okay. Als jij het goed hebt, betekent het dat jij hebt gewonnen. En als het allebei goed hebt, betekent dat jij ook hebt gewonnen. Oké, okay, dan vind ik dat als het een 50-50 vraag is, toch meer neigt naar perfect of toch meer neigt naar verlept. Dan pak ik juist de ene die minder kans heeft om het te zijn. Oké. Okay. Ja? Jongens die praten tijdens de seks. Het is echt een goede 50-50, joh. Ja, hè? Ja, dit vind ik echt een hele goede 50-50. Want de ene is into it, de ander denkt, hou je bek gewoon. Ja, precies. Just do it, you know. 3, 2, 1, perfect. Oh! Oké, okay, nice. Okay. Ik denk echt dat mensen gewoon, daar praat ik ook even namens mezelf. Ik heb er ook geen zin in, man. Nee? Nee, man. Ja, Nina moest een scriptie schrijven. Ik had hem gewoon even voorgelezen tijdens... Als het blijkt perfect te zijn, dan heb ik gelijk speel. En dan moeten we nog door. Als het verlept lijkt te zijn, heeft Royalistic gewonnen. Oh, nee! Told you, man. Oh! Hey, maar het was wel close. Nou, het was wel echt close. Het was close. Verlept 57%, jongens. Ah! Nee, maar even serieus. Heb je echt wel eens een gesprek gehad? Nee, maar niet een gesprek. Nee, we hebben één keer geprobeerd. Had Nina het magazine gelezen. Zei ze, moet je eens een keer proberen. Probeer met je partner een keer een gesprek te voeren tijdens seks. Heeft een hele rare wending. Dus wij echt zo het proberen. Ja, het heeft inderdaad een hele rare wending. Roy, mag ik je bedanken dat je er was? Yes. Onderhand? Bovenhand? Gewoon zo'n handklap. Bovenhand. Kan ook. Blijf dat iedereen. Wat komt dat je hebt gewonnen? Lieve mensen, dankjewel voor het kijken. Abonneer even op mijn kanaal, dat zou fantastisch zijn. Abonneer even op Roy als je van Fortnite houdt. Of als je van deze fantastische, briljante gast houdt. Of van QC, dat kan ook. Hij is ook grappig. Bedankt. Tot ziens. Yo. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. Hey.